Welkom in de trein van Zutphen naar Emmerich en die op dit moment door Hummelo rijdt. Nou, het is natuurlijk het model waar ik de afgelopen maanden heb zitten werken. En de afgelopen maand heb ik veel tijd in besteed om dit trammetje soepeltjes naar Hummelo te laten rijden. Je kent het beeld ondertussen waarschijnlijk wel met de huizen hier in de kern. Daar is niet veel aan gebeurd. Vooral hier zo, als we voor de karp krijgen, dan bokte de trein nogal behoorlijk zodanig dat hij niet verder reed. Maar het is nu voor elkaar, of in ieder geval hier zo rijdt hij soepeltjes verder, langs de lagere school en de nieuwe oude winkel van Tering, met het grote raam erin en het boogje. Hier zo aan het einde van het dorp heb ik nog steeds last van een bokkende trein, zoals je nu kunt zien. Maar hij rijdt in ieder geval door. Ik zal de komende tijd even kijken of ik dit probleem ook opgelost. Want ik heb nu door wat er aan de hand is. Zoals vroeger kun je ook door de tramrijen lopen. Je kunt mooi kijken hoe we nu langs de modellen van de afgelopen weken het dorp uitrijden. Even kijken, is het kasteelzicht al? Nou, het schiet al aardig op. We kunnen rondlopen. Kijk uit bij de uitgang. Je kunt uitstappen, dus pas op dat je er niet uitvalt. Dat is gewoon mogelijk. Ook de ruwe modelletjes die in de omgeving staan, zoals de molen. En op de achtergrond kun je ook nog eruit de wagenschuur zien. En Villa Lodewijk. Maar het doel van deze trein natuurlijk is kasteel Enghuizen. Want op deze manier kunnen we met de tram er eindelijk een beetje fatsoenlijk naartoe. Je kon er wel naartoe lopen, maar dat kostte dan een 10 minuten. Ja, dat is niet gek, want dit echt kostte dus ook wel een behoorlijke wandeling. De Enghuizenroute bijvoorbeeld, om op die plaats te komen. Maar zo gaat het een stuk sneller. Je ziet ook dat de kijkjes hier zo vervangen zijn door iets wat lijkt op een zandweg. Het zou eigenlijk een grindweg moeten zijn, maar dan moeten we nog eens een keertje naar kijken hoe dat er nu uitzag. Het trammetje rijdt één keer op en neer van Hummelo naar halte Enghuizen. Naar Enghuizen keert hij weer om en gaat hij weer terug. Dat zullen we zo zien. Want we zijn bijna bij het eindpunt. Komt hier zo komt de Spoldenkampse weg, of wat erop moet lijken, eraan. Dus het einde van de weg komt er bijna uit aan en we gaan uitstappen. Ja, minder dan snelheid en we stappen uit. En we zien ook inderdaad dat het spoor en de weg hier ophouden. De tram die zal omkeren en teruggaan. En wij kunnen hier zo rondkijken. Daar zo de drieslag. En soms op het randje van hoe ver we kunnen kijken kun je de molen nog zien inderdaad. Met Hummelo in de verte. En daar zo kunnen wij richting Enghuizen en het koetshuis lopen. Tuinhuis staat er nog niet. Die staat op dit moment op de plaats 2 van de verkiezing welk huis de volgende week aan de beurt is. Maar de meeste mensen die kijken toch het liefst naar de molen blijkbaar. Het trammetje, zoals ik zei, dat vertrekt weer terug. Dus je kunt ook de weg weer terugnemen als je dat leuker vindt. Maar de meeste mensen, verwacht ik, gaan toch even een bezoekje brengen aan Enghuizen. Het is toch nog even een stukje lopen. Er zijn nog wat, er zijn nog een heleboel kleine dingetjes die ik moet oplossen. Het is ook geen 2014, dus ik heb nog even de tijd. Een van de rare effecten die kun je zien met deze bomen, die staan er heel leuk. Het zijn allemaal dezelfde bomen overigens. Maar als je dichtbij komt, dan bewegen ze. Dan gaan ze schuin staan. En dat gaat natuurlijk net nu niet. Ja, kijk, daar gaat het. Ja, van deze kant kun je wat minder goed zien. Ja, zo zijn er gewoon een heleboel kleine dingetjes die opgelost moeten worden. Maar elke maand wordt het een stukje beter. En ik hoop dat jullie volgende maand ook weer kijken naar wat ik dan weer in petto heb. Kijk, nu kun je inderdaad de bomen af en toe zien bewegen. Ik zou zeggen, download de game. Het heeft een mooie installer tegenwoordig. Dus hij komt ook in je startmenu terecht. En de volgende versies zullen het vervangen. Het wordt allemaal weer wat mooier. Download de game en